Ja, nou, dat was mooi. Nog twee vragen en dan gaat het gebeuren. Je gaat nergens naartoe zonder je knuffel. Waar is die nu? Mijn knuffel is een schildpad en hij heet Schildpaddy. En ik neem hem gewoon echt overal mee naartoe. Waar is hij nu dan? Hij ligt nu op de witte bank waar alle andere kandidaten zitten. En ja. Oké, dat is vraag 1. Vraag 2, wat ga je zingen? Ik ga het liedje Ave Maria zingen. Lieve Amira, heel veel succes. Die kant op, naar het podium. Ja, ook al is haar auditie wereldwijd dus meer dan 17 miljoen keer bekeken. Zij staat gelukkig nog met beide benen op de Hollandse grond. En vanavond maakt ze met ons het prachtige Ave Maria haar opwachting. Hier is Amira. Nog een huwelijksaanzoek? Ja? Een huwelijksaanzoek nog? Je bent de broer, hè? Ja. Ja, dus zo is dat. Oké, jongen. Ga weer snel. Of wil je bij blijven staan? Om het te steunen? Oh, ja. Heel goed. Ja. Oké. Tja. Amira Willighagen. Wat moet ik nou toch zeggen, lieve schat? Ik bedoel, als je 9 jaar bent en je staat dit te doen en... Heel Nederland heeft op dit moment staan wachten tot jij hier vanavond weer een acte de présence mocht geven. En kijk wat er met je gebeurd is de afgelopen maanden. Het is echt onwerkelijk. En dan sta je daar als een bijna Amerikaanse kindster. Sta je hier gewoon in Nederland, in Hilversum, in studio 24. Waar jij straks, denk ik, gewoon de hele wereld over gaat met deze beelden weer. Want dit is zo ongekend goed. Zo mooi. Zo prachtig voor een meisje van 9 jaar die hier het Ave Maria staat te zingen. We hebben even geswaaid naar de aanhanger, dat moet ook gebeuren. Ja, en terecht. Maar Amira, en
Ave Maria, dan zo in de donkere dagen voor kerst. Ik weet zeker, ik had net tranen in mijn ogen. Ik denk dat heel veel mensen tranen in hun ogen hadden vanavond. Ongekend. Nou, Chantal. Oh, Amira, ik was zo nerveus, omdat ik zo graag wilde dat dit weer net zo goed zou zijn. En het was nog mooier dan je auditie. En dan sta je daar... Heel goed. Met je prachtige witte jurkje en je prachtige platte witte schoentjes en je rozen en je zakje grisal eraan. En dan, gipskruid in de haar. En dan, je hebt volgens mij, je kan niet eens beseffen dat er miljoenen mensen naar jou hebben gekeken. En dat gaat weer gebeuren, inderdaad, wat Gordon zegt. Ja. Je bent echt een plaatje en heel goed gedaan. Dan. Yeah, well, like she said, we were talking before she went on and saying how nervous we were for you. Because, that many millions of people watched the YouTube video. And there's that many million more waiting for your next performance to see if you can live up to that. And we all think how great that is. But you have to remember how much pressure that puts on somebody who's just 9 years old. And for you to be able to just brush that off and come up here and give that level of performance, I mean, you're a star. You are a star who belongs on stage. A wonderful thing. Look at the brother. Dankjewel, Dan.